De jury koos voor deze zorgvuldig gerestaureerde woning in de Wellingtonstraat als winnaar van het Gouden Pan 2013. In deze Belle Époque-wijk zijn intussen al heel wat van dergelijke mooie woningen gesloopt voor appartementsgebouwen. Respect voor het origineel is een van de criteria waar de jury mee rekening houdt. Opvallend is het nieuwe grote raam in de voorgevel. Daar was bijvoorbeeld geen unanimiteit in de jury. Maar goed, daar hebben we over gediscuteerd. Maar tenslotte was dat maar één van de details in vergelijking met al de inspanningen die ze gedaan hebben voor het huis op een zeer, zeer correcte manier te renoveren in een buurt die verwaarloosd is. En het is toch een pareltje in die straat voor het moment. Gouverneur Karel de Caluwe mocht de prijs overhandigen. Chris en Isabelle Brodou kocht het huis 14 jaar geleden in vervallen staat. Het duurde 1 jaar om het enigszins bewoonbaar te maken. Jaar na jaar zetten ze de renovatie verder. Het is inderdaad iets dat je allebei wel moet achterstaan. Het vergt veel tijd. Maar inderdaad, we waren allebei verliefd op het huis. En we hebben beslist om samen elk jaar iets te doen. Het is een levenswerk. Het is een levenswerk, maar het is ook een stuk... Iets persoonlijks dat we willen creëren voor onszelf en voor ons gezin. En als jong gezin, om in een stad te wonen, heb je ruimte nodig en een beetje plaats. En we willen ook de kinderen wat bijbrengen in die zin van heb respect voor de oude elementen, voor de architectuur. Chris en Isabelle Brodou wonnen ook nog eens de publieksprijs.